Hoi. Ik heb een bloemetje voor je meegenomen omdat je geslaagd bent. Wie is jouw celebrity crush? Hier heb je eieren. Niet gooien. Hallo kijkers van Arme Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Hoi. Kijk, zie je hoe ideaal dit is. Wie is jouw celebrity crush? Denk je hiermee tijd te gaan pakken voor je vlog? Stop! Wie is jouw celebrity crush? Zeg nou. Ik ga hier niet over hebben. Ja, door jou wordt die vlog nu inderdaad stom. Ja. Waar moet je überhaupt die boeken inleveren? Hier, ik heb een hele tas bij me. Knolpower? Niet jij, oh sorry. Jeroen! Hallo. Hoi, welkom bij de allerlaatste vlog samen. No. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij weer een gloednieuwe vlog Bompakket bij. Vandaag ga ik langs Noah, die is ook geslaagd trouwens. Dus ik dacht ik neem even een bloemetje mee en dan neem ik mijn normale pakketje mee. En dan neem ik nog iets van zo'n chocolademedaille of iets mee. Dat hebben ze in de snoepwinkel vast wel. Dus daar zal ik eens even goed naar kijken. Hoi. Ik heb een bloemetje voor je meegenomen omdat je geslaagd bent. Ja, zeker, zeker. Namelijk speciaal voor jou ook nog deze. Oh ja, maar nu kan ik het niet. Oh ja, doe maar. Kijk, prachtig. Wow. En dan heb ik deze nog voor jou. Ik kan het niet aanpakken. Ja, allemaal vasthouden. Ja. Dan neem ik de vlogcamera weer is over. Goed. Oh, dat is echt wel aardig. Zo ja, ik dacht natuurlijk omdat jij ook geslaagd bent, dank net als je wel. Ik. Mag ik binnenkomen? Tuurlijk, ja. Yes. Zeker, kom binnen. En mijn zusjes zijn er ook. Maar... Oh, superleuk. Ja. En mijn kat en alles. Waar is het? Ik zou even sorry, ik moest alleen nog wel opnemen. Maar... Oh, maakt niet uit. Nou. Quarantaine live, hè? Ja. Zo, dit was het dan. Ja. Ja. Was leuk. Was superleuk om je weer eens te spreken, ja. Want het was echt veel te lang geleden eigenlijk. Ja, heel leuk. Dus ja. Ja, we zien elkaar vast snel weer. Komt goed. Ja, heel erg yes. Lang. Yes. Doei, doei. We gaan pannenkoeken bakken. Tray away. Zet het nu al in de koelkast. Yes. Nice. Ik kan daar even een pauze houden. Nee, we gaan pannenkoeken bakken. Oh, heel goed. Het is eruit. Oké. Okay. Niet met de stoel. Nee, natuurlijk niet. Wie denk je dat ik ben? Daarna gaan we een video opnemen en dan hebben we pauze. Weet je niet hoe zwaar YouTuber life is? Wil jij heel even die bak afdrogen? Oh ja, ik probeer wat te vinden, maar het lukt me niet. Welke bak moet ik afdrogen? Deze? Nee, jawel, maar ik moet de volgende bak al afwassen. Dus als jij nou leeg ziet, even met een theedoek afdroogt. Ik heb hem al afgewassen, dan ga ik deze afwassen. Hier. Hier heb je een pannenkoekenmeel. Hier heb je eieren. Niet gooien. Niet doen. Yo, dit is nu al de beste vlogdag ooit. Gewoon 3 vlogs op 1 dag opnemen. Oh, weet je, gaat dit los. Ja, pannenkoeken bakken met Noah Sandbrink is dan een andere vlog dan taart bakken met Noah Sandbrink. En dat is weer een andere vlog dan reageren op alle diss-tracks. Ha, just what she said, niet grappig. Ga ik reageren op alle diss-tracks? Ja, want dat heb je nooit gedaan. Gaan we dat nu ook doen dan? Nee, we gaan eerst pannenkoeken bakken. Ja, maar straks. Ja. Oké. En de volgende keer dat ik hier ben, mag ik zwemmen. Zo. Het is me gelukt om het erin te doen. Als dan mocht het zwembad opstaan. Yes, hoe lang staat hij nog? Ja, ik denk de zomervakantie. Maar ik ben eind juli weg. Dan kom ik weer volgens mij voor 3 dagen, 3 nachten of zo. Dan ga ik begin augustus ga ik weg met mijn familie. En dan eind augustus ga ik nog weg met vrienden. Is dat dom? Laat maar doen. Oh ja, ik ben... De tijd daar zit tussen zit nog wat tijd. Ik ben over 1 weekje ben ik naar Duitsland. Nice. Neem met een vriend. Dan ben ik eigenlijk in augustus nog weg met familie. We doen aan, anders doen we er nog een watermeloen in. Voor de smaak. Dat gaat vast goed. En dan probeer ik nog een paar keer te logeren bij mensen. Laatst zei ik dus op Instagram dat ik had gelogeerd bij iemand, kreeg ik een hele discussie over dat ik
Kinderachtig was omdat ik het woord logeren gebruikte. Toen dacht ik ook van, ja, hallo. Dat betekent toch gewoon blijven slapen? Ja, precies. Maar hij zegt, ja, alleen meisjes onder de 14 gebruiken logeren, want nu zeg je gewoon, ik blijf slapen bij. Niet doen, als je me laat vallen, is kapot. Wat is dit? De slagroom. Wil je even zeggen dat dat mens totaal gestoord is? Gaan we zo meteen samen spelen. Wat gaan we spelen? Ja. Dat zei je vroeger altijd. Het is nu niet meer spelen. Nee, het is nu... Chillen. Roomslag. Dat is helemaal geen slag, dat is gewoon melk. Ja, klopt. En dan? En waarom gaat dit even? Sick. Als we deze nou ook bij... Ja, je moet niet verticaal filmen, hè? Anders pakken we mijn onderwatercamera en die gooien we dan daarin. Doe het. Yes. Als je spelen zegt, dan ben je kinderachtig. Ja, dat moet ook afgewassen worden. Dat zou ik ook even afwassen. Nee, dat pleuren we ook wel in de vaatwasser. Nee, maar dit moeten we weer gebruiken. Nee. Oh, dat was heel moeilijk. Ik denk niet dat hij het doet. Ga maar gewoon maar in. Ja, nee, hou op. Moet hij dus. Oh. Hij stelt helemaal niet scherp, joh. Ja, maar het duurt op de weg. Make me Hou op. Hij gaat niet aan. Wauw, jongens. Ik heb op de laatste stap, de fifth stap. Pannenkoeken. Vang het! Doe me dat in dit zakje. Ja, wat zit in mijn zak? Dan kan je zo ding, je ding in doen, je telefoon, en dan wordt hij niet nat onder water. Zoals we nou dit daarin doen met jouw telefoon. Goed idee. Wat doe jij? Geweldig. Kijk. Leuk, hè? Ik schrok. Echt leuk, ja, dat was de bedoeling. Heb jij een koekenpan? Ja. Mooi. Een koekenpan. Wil je die pakken? Ja. Groot, klein, middel? Middelgroot. Dit? Mooi groter. Groter. Zit er iets van... met links zie ik volgens mij 60% of zo. Ja. Oké, kan jij dat... Iets meer. 70. Volgens mij 70%. Maar met rechts zie ik 140. Je ziet 140%? Ja. Dus hoeveel ziet er normaal mens? 100? 100. Dus rechts is heel goed. Dus wel heel leuk en zo. Alleen, dat zorgt een beetje voor dat ik niet zo goed diepte kan zien. Aangezien het verschil heel groot is. Mm-hmm. Jij... Vooral weet ik het met voetbal. Want dan heb je zo'n heel groot plat veld. En dan kan je niet precies goed inschatten waar een speler nou is. Ja, precies. Oké. Er zit er wel plat in. Ja, maar een beetje maakt niet uit. Fuck, het maakt niet uit dat er nog ei in zit. Nee, even met zo'n chloordoekje. Ja, of je gooit even wat water op en doe dan een chloordoekje. Dan smelt het water. Heb je ooit water zien smelten? Ja. Verdampen? Nee, zie dat. Oké. Heel even kijken bij de kwarttaart hoor. Oef! Wanneer hebben we er eigenlijk in gedaan? Nee. Moet je bij elke pannenkoek yes. Nieuwe boter erin? Yes. Echt? Ja, daarom heb ik die fles mee. Dat doe ik eigenlijk nooit. Oh, dat moet wel. Ja, dus jij gooit nu. Zo. Maar dit is helemaal niet handig erin gieten als dit. Je moet gewoon één. Je pakt gewoon met die pollepel één ding en die gooi je erin. Ja. En dan heb je genoeg.
gaat het niet zo zout, maar ik heb daarna altijd zoveel dronk, dat dacht ik de hele oceaan kon. Sorry, oma. Still love you. Oh, ze kijkt mijn vlogs toch niet. Niemand kijkt mijn vlogs eigenlijk. Behalve met jou, dan kijk ik wel heel veel mensen. Je herbouw ervoor. Gaat dit wel goed, joh? Nee. Er gebeurt helemaal niks. Dan duurt dat dan even. Pannenkoekers. Het is wel een ei-pannenkoeker. Eerst gaan we het waarschijnlijk ei smaken. Ja, meestal mislukt de eerste. Ja. Ben je oudste kind? Ja. Meestal mislukt de eerste, toch? Ja, ik wist dus helemaal niet dat je broertjes en zusjes had. Je hebt dus ook geen zusjes, maar... Dat wist ik dus ook niet, dat je die niet had. Oké. Nu heb ik gewoon shirt. Kan je ons lijken niet meer ergens het leuks editen? Of je moet weer heel veel tijd... Edit hem in uw rugbeel. Je moet het wel. Ja. Maar nu zit het helemaal niet goed op, joh. Oké, filmen. Kan je flippen? Ja. Flip van Joy? Flip. Hij blijft plakken. Hij zit veel te veel boter in. Er zit veel te veel boven. Mijn prachtige pannenkoek. Oh. Dus dit is de manier hoe je hem flipt. Eerst volledig op de grond. Er zat te veel boter in en dat bleef plakken. Oké, prima. Dan noem hem nu zonder boter. Ja, is goed. Pan blijft toch wel vet. Arme pan, die heeft ook gevoelens. Helemaal niet, wat van mee. Hier, ik ga wel even ondertussen opruimen terwijl jij pannenkoeken bakt. Hoezo bak ik de pannenkoeken? Jij bent alleen. Kijk, ik vind dit dus wel een goede angle. Kijk, daarom neem ik dus altijd mijn statief mee. Voor mocht dit soort gevallen er komen. Pannenkoeken zijn bijna klaar. Ik ben nu de ene laatste aan het maken. En ik moet zeggen dat ik... Ja? Ik zei, wordt dit wel echt zacht over? Ja. Maar ik... het zet uit. Dus ik zou oppassen. De brugklas ingang gebruiken. Nee, je moet de brugklas ingang gebruiken. Hoe wil ik daar naar binnen gaan? Onder het ding door. Hoe zijn jullie daar naar binnen gegaan? Gewoon illegaal gaan. Wat is dan het hele idee? Gewoon onder het dingetje door. Stop nou, vertel nou even wat het idee is. Daarvoor. Oh. Nou ja, leuk. Hey, vloggen naar binnen lopen? Ja, ik ga al vloggend. Hallo, we gaan vandaag de boeken inleveren. Echt de spannendste vlog ooit. Nick durft helemaal niks te zeggen. Nee. Hoe zat hier de escort? Ja, ik bedacht dus, ik ga vandaag vloggen. Het was echt een super goed idee. Dus ik wil eigenlijk dat jullie even wat nuttig zeggen in de vlog. Over dat jullie het allemaal heel leuk vonden de afgelopen jaren. En maar dat jullie het super jammer vonden dat we elkaar nooit meer zien. Maar en dat is het jammer. Ja, op zich wel. Dat zei ik net al tegen hem op de fiets. Ja, jammer hè, dat we elkaar nooit meer zien. Ja, maar deze jongen gaat op kamer. Ja, ik ga lekker VWO doen. Dus ja. Lekker. Ik zie Rinsen. Ja, Harm Vrode vlog 100, ja, komende woensdag, 4 uur. Ja, ik heb het gezien. Ik kijk hem. En omdat deze mooi ook niet doorgaat, ik echt wel even. Zie je dat dit wel een werkend concept is? Ja. Oh jongens, dit is toch te goud voor woorden. Hier staan allemaal auto's omdat er een zwanengezin aan het oversteken is met 3 van hun kiddo's. En alle auto's die wachten maar gewoon rustig op gezin zwaan om te kijken
Oh, dit is zo cute.